Goedemiddag, mijn naam is Jan Kees Helderman. Ik ben de hoofddocent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ik ben eigenlijk planoloog, moet ik erbij zeggen. Dat is al een hele tijd geleden. En ik heb ook nog 15 jaar op de Erasmus Universiteit gewerkt in Rotterdam, waarvan de laatste 8 jaar bij het Instituut Beleid en Management van Gezondheidszorg. En Frans en ik kennen elkaar uit een ver verleden valt wel mee. 11 jaar is het nu. We hebben samen onder andere meegewerkt aan het rapport Bewijs voor Goede Dienstverlening van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daar deed ik het volkshuisvestingsdeel en Frans het onderwijsdeel. En we zijn allebei heel trendy gevoelig, dus we zijn naar de zorg denk ik doorgeschoven, want daar liggen de grote vragen. En ik hou nog steeds bezig met wonen overigens, maar toch voornamelijk nu met zorg. Wat ik verder allemaal doe, ik heb me vooral bezig gehouden met vergelijking tussen Europese gezondheidszorgstelsels. En vanaf de zomer ga ik mij heel intensief bezighouden met de transitie in het sociale domein. Dus dan daal ik af van het institutionele landenvergelijkende niveau naar het lokale niveau. En dat is ongeveer het meest spannende niveau ongeveer wat er is. Zeker in de huidige zorg. En daar hoop ik op uit te komen. Wij hebben, denkend over een titel, kwamen wij op deze titel. Sturing om zorg, zorg om sturing. En dan sta je na te denken, wat hebben die twee nou met elkaar te maken? Wat wil ik jullie gaan vertellen? En toen dacht ik, eigenlijk wil ik jullie vanuit mijn expertise als bestuurskundige iets vertellen over de, en dat is een begrip van Foucault, dus meteen het meest ingewikkelde begrip wat ik kan gebruiken, governmentality van de Nederlandse gezondheidszorg. Ja. Governmentality is een heel mooi begrip, dat moet ik even inleiden. Dat is eigenlijk dat je sturing van zorg, van onderwijs, van wonen, als een soort collectieve mentaliteit kunt beschouwen. Dat is iets waar wij allemaal bepaalde gedachten bij hebben en bepaalde gedachten in delen. Ik noem het ons collectief besturend vermogen. En dat is een verzameling van regimes en praktijken in al die sectoren waar we op willen sturen. De kennis die we daaruit verzamelen en de programma's, de beleidsprogramma's bijvoorbeeld, die wij daaruit constitueren. En eigenlijk als je de governmentality wilt doorgronden van bijvoorbeeld de verzorgingsstaat of de gezondheidszorg, de Nederlandse gezondheidszorg, dan moet je jezelf 4 vragen stellen. Dat is waarop of wat willen wij besturen? Hoe willen wij daarop sturen? Wie zijn wij wanneer wij ons zo laten sturen? Als wij de markt introduceren in de gezondheidszorg, zijn we opeens consument bijvoorbeeld. En waarom sturen wij of laten wij ons besturen? En dat kun je dus onderzoeken in historisch specifieke verschijningsvormen. Dus als ik u nou vraag, wat is de governmentality van die specifiek is voor Nederland? Dan is er 1 woord wat in woord komt waarschijnlijk. Als ik die governmentality wil duiden, dat is polderen. Wat zegt u? Polderen. Polderen. Nou precies, daar heeft u hem al. Ja, polderen. In Engeland bijvoorbeeld is club government de governmentality. Yes Minister, die tv-serie nog kent van vroeger, waarbij altijd op 2/3 van de aflevering de clue viel in de club waar de directeur-generaal van het ene departement de oplossing was voor het probleem van de directeur-generaal van het andere departement. Hè, en daarmee de minister verder in problemen kwam. Nou, bij ons is dus dat, inderdaad dat polderen. Dus ik wil het met u hebben eigenlijk over de governmentality van de Nederlandse gezondheidszorg. En mijn betoog bestaat uit 3 delen. Het eerste deel sturing om zorg. Dan heb ik het tweede deel, een soort intermezzo, wat zorgen om die sturing. En het derde deel, dat probeer ik eigenlijk, dat is een soort oproep tot pragmatisme, pragmatisch geveil noem ik dat. En dan probeer ik, wat moeten we nou doen om dat maatschappelijk probleem oplossen vermogen waar het ons om gaat, om dat te revitaliseren. Sturing om zorg dus. Nou, waarop sturen wij? Ik zie die verzorgingsstaat, ik hou me bezig met, niet alleen dus met gezondheidszorg, maar ook wel met andere domeinen, vergelijkend. En je zou kunnen zeggen, in abstracto is die verzorgingsstaat een complex van allerlei institutionele regimes, praktijken, arrangementen, die ons tegen uiteenlopende sociale risico's in onze levensloop beschermen. Dat is de essentie van waar het in de verzorgingsstaat om gaat. Dus inkomensherverdeling is een afgeleide daarvan, eigenlijk een secundair. Het gaat om die bescherming tegen sociale risico's. En je kunt ook zeggen in abstracto,
dat individuele risico's sociale risico's worden om drie redenen. Dat is omdat wij het moreel onacceptabel vinden dat een individu een bepaald risico loopt. Dat is een sterk argument, dat wordt vooral in de gezondheidszorg nogal eens gebruikt, in emotioneel hoogoplopende discussies. Maar dat is niet zo'n sterk argument om een brede solidariteit in de gezondheidszorg te realiseren. Het tweede argument is eigenlijk veel sterker, dat is omdat dat individuele risico negatieve externe effecten veroorzaakt voor onze collectieve welvaart. Want als het in ons alle eigen belang is om solidair te zijn, dan is dat een veel sterkere basis voor die solidariteit. En de derde is omdat ze buiten de controlesfeer van het individu liggen. Nou is, wat nou precies een sociaal risico is, dat is per land verschillend. En dat bepalen wij met elkaar via onze parlementaire politieke democratie. In de Verenigde Staten kennen we allemaal de moeite die het Obama heeft gekost om zijn Obamacare erdoor te krijgen bijvoorbeeld. Dus wat precies een sociaal risico is, dat is per land verschillend en ook door de tijd heen verschillend. Maar de essentie is dat als we iets als een sociaal risico definiëren, dan moeten we, en om ons tegen die risico's te beschermen, dan hebben wij instituties nodig, dat woord is ook gevallen in de eerste healthcare lecture, instituties nodig, regels, die onze individuele keuze reguleren en structureren. En er is één instantie die heel goed is in het maken van regels, en dat is de overheid. Nou is alleen het probleem dat die instituties, die regels, ook weer zelf een dilemma van collectieve actie zijn. Die zijn het resultaat van ons alle strijd, zou je kunnen zeggen. En dat die regels moeten veranderen als de risico's veranderen. Dan moet het hele stelsel moet veranderen. En die risico's in onze levensloop veranderen door omstandigheden waar wij nauwelijks of geen invloed op hebben. Nou, dat is een beetje de essentie, zeg maar, van het begin van mijn verhaal. En dan, ja, wat zijn dan de risico's op het terrein van ziekte of van gezondheid, ziekte en inkomen. Dit is een bekend rijtje, dat komt uit alle tekstboeken van de gezondheidseconomie. Aan ziekte zijn hoge kosten verbonden. Die kosten zijn vaak onvoorspelbaar. Ik kan straks onder een bus liggen. En een gemiddelde lichtdag in een ziekenhuis kost hoeveel zonder behandeling? Academisch 1200. 1200 euro, dat is het duurste hotel van Nederland. Dan heb ik nog geen enkele behandeling gehad. Dus dan ben ik snel blut. De noodzakelijkheid van zorg is moeilijk te bepalen door niet-medici. En er zijn hoge kosten verbonden aan de fouten. En de kern dus van waar wij die hele gezondheidszorg om hebben georganiseerd, is dat het gaat om de medische professie en in Nederland een zorgverzekering die wij in het leven hebben geroepen. Dus professionele autonomie en zelfregulering is een kerninstitutie van hoe wij de gezondheidszorg bestuurd hebben. Maar ja, dat is een beetje lastig, want we betalen het collectief en alle kennis ligt bij die ene groep, die professional of die arts, en die kan dus eigenlijk de vraag bepalen. We noemen dat aanbod geïndiceerde vraag. En omdat wij er een verzekeringskwestie van hebben gemaakt, is er ook nog allerlei moral hazard en cherrypicking speelt een rol, en daarom hebben wij die gezondheidszorg vol met regels dichtgetimd. Dus de kern van waar het in de besturing van de gezondheidszorg in essentie om ging en om gaat nog steeds, is informatieasymmetrie en verzekeringsdilemma's. Dan gaat het om vraagstukken van kosten en doelmatigheid, transparantie versus concurrentiegevoelige informatie of generiek versus maatwerk. Dan hebben wij dat dus in Nederland als een verzekeringskwestie opgevat, maar niet alles en steeds minder is verzekerbaar. We lopen, zou je kunnen zeggen, in Nederland een beetje aan tegen de grenzen van wat je sociaal kunt verzekeren. Het reëel verzekeringsstelsel. Catastrofale en chronische gezondheidsrisico's zijn lastig te verzekeren. En preventie is al helemaal lastig te realiseren in een dergelijk stelsel. Dat is een beetje de kern waar die hele besturing van de gezondheidszorg om draait. Hoe sturen wij dan? Ja, dan komen we bij die governmentality. Deel 2 zou je kunnen zeggen. Ja, dat hebben wij in Nederland via dat kolenmodel gedaan. Corporatisme. Hè. De Nederlandse verzorgingsstaat is een fantastisch compromis, zou je kunnen zeggen, tussen het protestantse principe van soevereiniteit en eigen kring, het katholieke principe van subsidiariteit. Sociaaldemocraten hadden het over functionele decentralisatie en liberalen over eigen initiatief.
En door het nou bij non-profit maatschappelijke organisaties te beleggen, kon iedereen eigenlijk zijn ideaal wel in terugvinden. Protestanten konden zeggen, kijk, dit is soevereiniteit. Katholieken konden zeggen, dit is subsidiariteit. Sociaaldemocraten konden zeggen, ja, maar het is wel een verlengstuk van de overheid. Het is functionele decentralisatie, het is wel publiek, semi-publiek. En liberalen konden zeggen, toch is het particulier initiatief. Dat is een fantastisch compromis, wat het tot ver in de jaren 80 eigenlijk heeft volgehouden. Dus de essentie van, wat, en we noemen dat met een theoretisch woord corporatisme, de essentie daarvan is eigenlijk dat wat door private partijen geleverd kan worden, moet niet door de overheid worden geleverd. Daar is die hele Nederlandse verzorgingsstaat op gebouwd. En dat levert in de gezondheidszorg een overwegend publieke financiering en een private levering. En vanwege het feit dat we er een verzekeringskwestie van hebben gemaakt, die derde partij, de ziektekostenverzekeraar. En voor ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars. En sinds 1 januari 2006, en dat is echt een stelselwijziging die wereldwijd ongekend is. Obama keek ook met argusogen naar het Nederlandse stelsel. Sterker nog, ik kreeg mails uit het Witte Huis om uit te leggen hoe wij dat hadden gedaan. Dat is die volledige convergentie, dat samengaan tussen ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars. En dus onafhankelijke not-for-profit zorgaanbieders. Maar de essentie daarvan is dus dat de overheid verantwoordelijk is voor de toegang, de kwaliteit, de betaalbaarheid van de gezondheidszorg, maar dat in Nederland nooit op eigen kracht heeft kunnen realiseren. Waar je in Engeland een National Health Service hebt, de ene grootste bureaucratie ter wereld, op het leger van India na, hebben wij dat in dat ingewikkelde samenspel tussen publieke en private partijen moeten realiseren. Ik duid dat altijd zo aan, hoe moet je dat dan zeg maar conceptueel duiden? Ik ben een simpel bestuurskundige, ik kan alleen maar in 4-cel-matrix kom ik niet in mijn gedachten. Maar aan de ene dimensie de verantwoordelijkheid van de uitkomst voor de uitkomst van sociale interacties. En boven de collectieve handelingscapaciteiten van maatschappelijke actoren. Zijn actoren, maatschappelijke actoren, in staat om dat zelf te realiseren op eigen kracht? Daar gaat een zeker disciplinerend vermogen moet daarin zitten natuurlijk. Dan hebben we rechtsonder de gemeenschap. Dat is gebaseerd rondom spontane solidariteit. Wij leven allemaal in verschillende gemeenschappen. Gemeenschappen zijn fantastisch voor sociale binding, maar het type solidariteit dat wij in die gezondheidszorg willen bereiken, dat krijg je in een gemeenschap nooit tot stand. Klassieke studie van Abraham de Zwaan liet dat al zien, omzorgend staat. Rechtsonder hebben we de markt. Die is gebaseerd op dat principe van competitie en contract. We hebben heel veel markt geïntroduceerd in de gezondheidszorg. Maar waar zijn markten goed in? Wat kunnen markten heel goed? Concurreren. Concurreren, maar ze concurreren niet zomaar, maar... Op prijskwaliteit, ja. Ja, doelmatigheid, precies, innovatie. En we hebben de overheid, de staat, die stuurt graag via dat principe van command en control. Nou, uit die drie is in Nederland dus die vierde gekomen en dat is dat maatschappelijk middenveld. En daar is van oudsher, en dat is de essentie van het polderen, het coördinatieprincipe onderhandelde overeenstemming. En in principe zijn die maatschappelijke organisaties, doordat ze die ruil met de overheid zijn aangegaan, binnen het domein, het politieke en publieke domein getrokken. Dus als je dat kun je heel mooi, in Duitsland hebben ze dat ook. En daar is ook een heel mooi Duits woord om dit te duiden, en dan begrijp je meteen wat het is. Dit zijn staatstragende factoren. Ja, dus dat is eigenlijk dat is de essentie van dat maatschappelijk middenveld. En dat heeft lange tijd gewerkt in Nederland. Maar vanaf de jaren 80 kregen wij ingrijpende hervormingen. En ik heb vorig jaar een mooi onderzoek mogen doen voor het College voor Zorgverzekering, inmiddels Zorginstituut Nederland. Daar hebben we een soort institutionele biografie van het instituut gemaakt. En moet u weten dat... het College voor Zorginstituut Nederland komt voort uit het College voor Zorgverzekering, dat was een zelfstandig bestuursorgaan, maar dat komt er voort uit de Ziekenfondsraad. En weet iemand toevallig wie de laatste vertegenwoordiger namens de werkgevers was in de Ziekenfondsraad? Edith Schippers, onze huidige minister van Gezondheidszorg. Dus en het mooie van het is dat als je dat instituut volgt, binnen veranderende politiek, bestuurlijke, maatschappelijke verhoudingen en een veranderende beleidsagenda, dan krijg je eigenlijk een heel mooi zicht op hoe die gezondheidszorg zich heeft ontwikkeld. We hadden het ziekenfondsbesluit, dat kregen we in 1941. Dat heeft de Duitse bezetter aan ons opgelegd. Ik vraag ook aan studenten wanneer wij onze eerste
een verplichte ziektefondsverzekering gekregen hebben. Dat weet ze nooit. Dus mijn opa was al 50 toen. Mijn opa is in 1891 geboren en was 50 toen hij als eerste ziektefondsverzekering kreeg. Hij is in 1991 gestorven van 100 jaar. En toen hij 100 werd, had hij dit nog net meegemaakt, kreeg hij een hele grote bos bloemen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Dat vond ik zo sportief eigenlijk van de ABP. Zijn duurste klant op een weer een hele grote bos bloemen blijft 100 jaar bestaan. Daarna is hij ook overleden eigenlijk. Dat, 1986 kregen we de wet op de toegang tot de zorgverzekering. Dat is de kleine stelselwijziging, wordt het wel genoemd. Toen is eigenlijk voor het eerst een brug geslagen, verplicht, kabinet Lubbers, tussen de particuliere ziektekostenverzekering en de ziekenfondsen. Want 33% van de Nederlanders was vrijwillig verzekerd. En slechts, zou je kunnen zeggen, slechts 67% was verplicht verzekerd in het ziekenfonds. En we zijn toen langzaam richting een stelsel van gereguleerde concurrentie gaan opschuiven. Eigenlijk hebben de belangrijkste hervormingen zich in de jaren 90 voltrokken. Aan het zicht onttrokken, zou je kunnen zeggen, maar voltrokken onder minister Borst. Toen is er heel veel voorbereid en in gang gezet, zodat we uiteindelijk in 2006 onze nieuwe zorgverzekeringswet kregen. Er was nog iets, dat was dat in Nederland met ook het wegvallen van het CDA een groeiend onbehagen was over dat poldermodel. Stroperigheid werd het geweten. En eigenlijk viel daarmee ook een beetje de ideologische grondslag en de belangrijkste supporter voor dat maatschappelijk middenveld viel weg. En toen had je alleen nog maar liberalen en sociaaldemocraten die met elkaar compromissen moesten sluiten. En die hadden eigenlijk veel minder gevoel voor dat maatschappelijk middenveld, zou je kunnen zeggen, dan het CDA dat had. We kregen een verdere uitbreiding van marktwerking. Die marktwerking heeft alleen niet de kosten in de zorg kunnen beperken. We zijn sindsdien eigenlijk, sinds het jaar 2000 zijn we opgeklommen naar de runner-up achter de Verenigde Staten in termen van kosten van de gezondheidszorg. Daarmee is kostenbeheersing weer op de agenda gekomen. En nu zetten we in op kwaliteitsregulering en doelmatigheid. En dat verklaart ook dat Zorginstituut Nederland er is gekomen. En hoe die verhouding tussen die verschillende zelfstandige bestuursorganen, als bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland zo is. Maar dit is ongeveer de agenda die we hebben gehad. En er heeft zich ondertussen ook een geweldige herverkaveling van zorg voltrokken. De Zorgverzekeringswet en de Wet Marktordening Gezondheidszorg in 2006. Maar de modernisering van de AWBZ, die al eind jaren 90 is ingezet, na de wet langdurige zorg en de komst van de WMO, die eigenlijk het drieluik van bekostigingsinstituties in de Nederlandse gezondheidszorg heeft voltooid, dat zijn hele belangrijke en naar nu blijkt, denk ik, revolutionaire hervormingen gebleken. En op dat punt samen nu. Dus een herschikking van taken, verantwoordelijkheden en bekostiging, die denk ik zijn weerslag niet kent. Dit is dan daaruit voortgekomen. Dit is ons Nederlandse zorgstelsel, dames en heren. Vindt u weg er maar in, zou ik zeggen. Dat is ongeveer het eerste deel, de sturing om zorg, zoals we dat althans hebben gedaan. Heb ik belangrijke delen gemist? Ik zag even de jeugd terugkomen. De jeugd, ja, precies. Klein, ja, die waarschijnlijk heel klein in het totaal. Die was tot nu toe nog klein, maar die is nu natuurlijk heel groot aan het worden. Weet je welke interessant? Ja. BGW in die twist. Ja. Omkering van dit. Ja. En sowieso dat hele element van vraagsturing. Maar we hebben heel veel verschillende concepten gehad. En vraagsturing kun je dan weer op drie manieren uitleggen. Sturing van vraag, sturing om vraag, sturing voor vraag. Ik heb het allemaal langs zien komen, inderdaad. Maar dat past eigenlijk binnen dat grote deel. Jeugd, dat is inderdaad ook in dat onderzoek naar de transities. Dat gaat natuurlijk om drie transities: arbeidsmarkt, reïntegratie, jeugdzorg en langdurige zorg en WMO. En met name jeugdzorg en WMO langdurige zorg hebben heel veel met elkaar te maken. En interessant is bijvoorbeeld, daar ga ik nu helemaal niet op in, maar wat er met de GGZ gebeurt. Hoe die van de ABGZ en dan in een stuk richting de curatieve GGZ naar de zorgverzekeringswet. Maar nu de jeugdpsychiatrie er weer uit. De wijkverpleging weer terug. Dus het is wel een beetje, maar dit is ongeveer de grote lijn, zou ik maar zeggen. Zorg om sturing. En eigenlijk toen wij met bewijzen van goede dienstverlening van de WER, toen dat op de agenda kwam, toen was dit ongeveer de probleemanalyse die destijds al werd geschetst.
dat is dat we in de jaren 90 met eigenlijk de erosie van het maatschappelijk middenveld en dat, dat inzetten op marktwerking, en zoiets als gereguleerde concurrentie, dat we in een onzalige spagaat terecht zijn gekomen tussen overheid en markt. Zoiets als de illusie van de soevereine consument, met vraagsturing bijvoorbeeld, die hebben we gecreëerd daarmee. Door marktwerking zijn we heel veel informatie en kennis gaan privatiseren. Informatie werd opeens concurrentiegevoelig, werd niet meer gedeeld. En je zou kunnen zeggen met de introductie van wat wij dan in de literatuur wel quasi-markten noemen, een onzalige stijging van, een dramatische stijging van transactiekosten en daarmee gekoppeld een stapeling van mechanismen van toezicht en verantwoording. En je zou kunnen zeggen, en dat is ook die analyse die we in dat WER-rapport hebben gemaakt, is daarmee is ons maatschappelijk probleemoplossend vermogen langzaamaan geërodeerd. Kennisvernietiging, prestatieindicatoren hebben geleid tot een dictatuur van de middelmaat, een verdamping van het politiek normatieve debat, want in een markt waar consumenten zijn, is de rol van de burger opeens weg en heb je niet zoiets als een politiek normatief debat. Het leidde ook tot allerlei incidentenpolitiek en veranderdrift en tot vele belangentegenstellingen en fragmentatie. En het gevolg daarvan is ook dat we met elkaar verkokerd oud worden. Sectoren zijn eigenlijk tegen elkaar komen te staan. En ik heb dat in dit schema, laat ik dat zien, in één druk op de knop, laat ongeveer zien wat er is gebeurd de afgelopen 15 jaar. Dat is eruit gekomen. Dus markt en overheid zijn tegenover elkaar komen te staan. De opkomst van maatschappelijke ondernemers is één op één gegaan met de opkomst van nieuw public management en allerlei prestatieindicatoren en noem maar op. En dat maatschappelijk middenveld, dat zijn we min of meer kwijtgeraakt. Ja, en dan de burger. We hebben het over de participatiesamenleving, maar over de burger kunnen we alleen maar denken in termen van de participatieladder. Ik weet niet of je dat begrip kent, de participatieladder. Bij studenten komen er ook altijd mee aan. Je hebt hem in allerlei varianten. Ik vond deze eigenlijk de leukste variant, moet ik zeggen. Deze is namelijk van PSV, de voetbalclub. Die gebruikt ook de participatieladder. En zeg maar, op de onderste treden ben je een latente fan van PSV. Ja. Hier ben je PSV-lid, membership. Hier ben je seizoenkaarthouder en hier heb je toegang tot de businessclub. En dit is de stijgende lijn van participatie. Is een beetje een burgers boost geworden eigenlijk, dikketje dapper op de participatieland. Nou, dat is denk ik ongeveer de situatie waarin we terecht zijn gekomen. En dan nu mijn deel 3, een pragmatische partij, want we hadden afgesproken om het kort te houden. Hoe kunnen we dat nou revitaliseren? Ik denk een eerste hele belangrijke opmerking is dat er, want we hebben het over de participatiesamenleving, hè, en zoals Cameron het heeft over The Great Society, bijvoorbeeld. Over een sketchje had ik in de jaren 80 nog over There is no such thing as a society. Het was toch van dezelfde politieke partij. Dus we hebben het over allerlei begrippen en we zijn er ook vaak heel sceptisch over. Maar er is een onderstroom in die ontwikkeling en die vind ik heel interessant. Dat is namelijk, en dit komt uit een latere WER-rapport, de verzorgingsstaat herwogen, heet dat rapport. Dat is de analyse dat we eigenlijk, en misschien zijn dan de jaren 80 en 90 wel een tussenfase geweest, dat we een ontwikkeling maken van wat een sociale beschermingsstaat was, naar een sociale investeringsstaat. Want althans, dat zou een wenkend perspectief kunnen zijn. Die sociale beschermingsstaat bestaat uit een stelsel van verzorgingsarrangementen, of eigenlijk verzekeringsarrangementen, waarin sociaal-economische uitval overwegend ex post financieel wordt gecompenseerd door inkomensoverdrachten. Die is passief, die is curatief, gaat om beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid. En er zit, zou je kunnen zeggen, een uitkeringsvisie en een verzekeringsvisie achter. En die sociale investeringsstaat, en dat is niet alleen iets wat we in Nederland doen, maar wat ook in Europa het grote discours is, zou je kunnen zeggen. Daar draait het om een stelsel van verzorgingsarrangementen waarin een grotere nadruk ligt op maatschappelijke dienstverlening ter preventie van sociaal-economische uitval. En dan zijn de sleutelwoorden en de catchwords, zou je kunnen zeggen, activering en preventie. En dan draait het om employability.
lifelong learning. Maar ook active and healthy aging wordt daarin meegenomen. En de essentie ervan is eigenlijk de constatering dat het stelsel van voorzieningen wat we hebben en de verzekeringen die we hebben, geen antwoord meer biedt op de risico's die mensen in deze tijd in hun levensloop lopen. De constellatie van risico's is veranderd en daarmee hebben we andere diensten nodig. En dat kun je niet meer verzekeren, maar we hebben maatschappelijke ondersteuning nodig. En als je het in dat perspectief plaatst, dan is zoiets als de wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiesamenleving is iets heel interessants om te bestuderen. En om serieus te nemen. Het past bijvoorbeeld ook bij andere definities van gezondheid. Stel nou eens dat we gezondheidszorg of gezondheid niet negatief definiëren in termen van ziekte. En gezondheid als een complete bescherming tegen ziekte, zoals de World Health Organization dat doet. Maar als, zoals Machteld Huber dat heeft gedaan, gezondheid als een veel meer positief begrip. Het vermogen namelijk om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en mentale uitdagingen van het leven. Daarbij passen ook die transities in het sociale domein. Dit is een citaat uit de troonrede van 2013. In deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Die regie past in die ontwikkeling zorg en sociale voorzieningen dicht bij mensen en in samenhang te organiseren. En om dit te bereiken decentraliseert de regering overheidstaken op 3 gebieden. Maar bijvoorbeeld ook het grotere accent op gezondheid. Die is nou zoiets als het nationaal programma Preventie, alles is gezondheid. Daar kun je ook van alles van vinden, maar ook dat past binnen dat grote perspectief. En het belangrijke is wel dat we daarmee ook van compensatieplicht naar maatwerk gaan. Maatwerk verdienen. En dat moeten we op lokaal niveau opnieuw uitvinden met elkaar. Dus wat we op centraal niveau heel goed hebben gedaan eigenlijk, dat kunnen polderen, dat binnen geïnstitutionaliseerde verhoudingen, dat moeten we nu op lokaal niveau opnieuw zien uit te vinden. En ik kom veel in gemeenten, hier in Arnhem, Nijmegen, ook andere gemeenten. En elke gemeente worstelt eigenlijk met hoe ze dat doen. En het is een beetje laat duizend bloemen bloeien, maar hoe kunnen we daar ondertussen een mooie keukenhof van creëren? En een beetje een ordentelijke keukenhof. En dat is een heel spannend iets. He, want ook daar speelt weer dat spanningsveld tussen vermarkting, verstaatelijking en vermaatschappelijking een rol. En daarin hebben gemeenten nu keuzes te maken. In dat WER-rapport, bewijs van goede dienstverlening, en dan kom ik tot het einde, kwamen we eigenlijk tot 5 aanbevelingen om ons maatschappelijk probleem oplossend vermogen te versterken, zou je kunnen zeggen. En die zijn nog altijd actueel, denk ik. Dat is investeren in kennisallianties, maak leren mogelijk op lokaal niveau. Investeer in variëteit en innovatieve praktijken. Dat betekent autonomie op uitvoerend niveau, maar dan met een inspanningsverplichting. Dus organiseer experimenteerruimte, maar dat experimenteren is niet vrijblijvend. Dat gaat met een voortdurende verantwoording en monitor. Organiseer actieve tegenkrachten, de invloed van cliënten. We hebben het opeens ook over cliënten en niet over consumenten en andere belanghouders. En denk na over mechanismen van conflictbeslechtiging. Investeer dus in gerichte maatschappelijke verantwoording. En als je dat hebt gerealiseerd, kun je ook met de samenhang sober maar selectief toezicht uit de voeten. Ik denk dat Frans daarop verder gaat zo. Op wat dit betekent voor professionals. Ongeveer. Niet alleen dat puntje 5 dus. Nee, niet alleen dat puntje 5. Ik sluit altijd af met de tekentjeswijsheid. Ja. Dat is een open vraag. Die zijn jullie komen allemaal uit de zorg. Dit is een vraag uit het pragmatisme. Die luidt: kan een verlichte samenleving ondermijnend moreel scepticisme vermijden zonder daarmee terug te vallen in een autoritair stelsel? Dan zeg ik altijd, het is aan jullie om die vraag te beantwoorden. Dat was mijn inleiding. Dank u.